Ja, dus als jij mijn dienst daar overneemt de komende week, dan zorg ik dat jij die week vrij krijgt in februari. Die week die je zo graag wou, ja. Oké, check het maar. Ja, hoor van je. Dag. Het gaat helemaal goed komen. Ik ga er meteen aan beginnen. Weet jij wat markt is vandaag? Weet je zeker dat dit gaat lukken? Waarom niet? Het is volgende week al. Ja, maar ik hoef toch ook niet voor al die vrouwen iets te ontwerpen? Ik maak zeg 8 stukken en een klapper voor Janine. Het is nog maar de vraag of Janine zelf ook gaat meelopen. Oh, dat komt wel goed. Ik ga haar laten stralen. En met wie samen ga je die kleding dan maken? Alleen. Alleen? Maar dat deed je toch vroeger ook nooit? Ten tijde van Linda Loek hielp Fatima jou met alles. Met het naaiwerk. Dat zou ik kunnen overwegen om er een naaister bij te halen om te helpen. Maar toch niet alleen met naaiwerk? Ze was toch het technische brein achter al jouw patronen? Ja, wat doe jij nou zuur? Jij komt mij toch om hulp vragen? Ja, met het maken van de draaiboeken. Maar daar heb ik geen zin in, want dat doe ik altijd al. Ja, maar jij bent er zo goed in. Maar ik word er gek van. Ja, maar dat is wat we nodig hebben. Mijn talent ligt bij de mode. Dat heb ik altijd geweten. Ik heb alleen nooit het lef gehad om dat door te zetten. En dit is precies wat ik nodig heb. Dus dat Janine nou kanker heeft, daar maak je even misbruik van voor jezelf. De hele wereld draait ook om jou, hè?